Goedemorgen, het is vandaag. Hoeveel is het vandaag? Oh ja, tuurlijk, kom ik te dichtbij. Stel je voor dat ik een kus zou geven. 23, 24. Ik weet het even niet. Het is 24, woensdag. En ja, ik ben net wakker. En ik ben eigenlijk helemaal relaxed. Dus dat was super fijn. Ik heb wel echt honger als het duurt. Can I make you a breakfast smoothie? What? Can I make you a breakfast smoothie? Ja. Ja? Zeker. Zeker? Zeker. Hij is dus, nou ja, niet ziek. Ja, hoe noem je dat? Weet ik niet. Hij denkt dat hij blaasontsteking heeft. Maar er was nog best wel gedoe. Want hij heeft geen huisarts. En met hij hebben we het over Rodrigo natuurlijk. Dus ik heb gisteren echt... Nou, volgens mij vijf of zes huisartsen gebeld. Eerst natuurlijk gewoon mijn eigenaar, die had geen plek. Daarna nog 4, 5. En toen dacht ik echt, oh my goodness. Wat nou als er niemand plek heeft, weet je wel. Wat nou als we straks aan de andere kant van het land moeten. Want ik weet helemaal niet hoe dat werkt met huisartsen. Er zal blijkbaar wel een soort van maximaal aantal patiënten zijn die je mag hebben. Dus nou, uiteindelijk gelukkig eentje gevonden aan de andere kant van Veenendaal. Vlak bij de Lidl. En daar wilde ik toevallig nog heen. Dus dat was al wel grappig. En daar kon hij vandaag gelijk terecht. En dan moest hij wel een plasje meenemen. Dus er staat, as we speak, een bakje met plas in de koelkast. Charming. Nee, maar het is wel sneu. Hij heeft er echt heel erg veel last van. En ik weet dat het voor mannen is het best wel, hoe noem je dat? Niet veel voorkomend, het is niet het woord wat ik zoek, maar om blaasontsteking te krijgen. Dus ja, hoe hij dat dan weer voor elkaar heeft gehad. Maar hij zei, ik heb het eerder gehad en ik herken het helemaal. En ik ben in Portugal toen ook naar de huisarts geweest en toen kreeg ik gewoon een antibioticutje en toen was het weg. Dus daar hopen we dan maar op. Maar ik ben in ieder geval blij dat we het weer hebben weten te fixen. Hij heeft er niet bij gezet. Hoeveel schepjes? Oh ja, gewoon één. Ik herinner het me alweer. Dus dan gaan we om 3 uur vanmiddag heen. En tot die tijd gaat hij gewoon lekker relaxen. Ja, ik heb wel het idee dat het, zeg maar, ik heb best wel vaak ook blaasontsteking gehad. Maar ja, ik functioneerde wel gewoon. Maar hij kan echt bijna niet meer functioneren. Misschien is het één omdat hij een man is. Want ze zeggen alle mannen zich aanstellen. Maar aan de andere kant, ja, het is natuurlijk ook echt wel anders bij mannen. Lijkt me. Dus hij heeft er wel echt zwaar mee. Water en ijs. Dus ik ga gewoon een beetje de zusje uithangen vandaag. Het is ook zo'n vies, gelig kleurtje. Zie je dat? Bah. 1, 2, 3. Nou, past niet helemaal. Past niet helemaal. Oeh, schrikwaardig. Kijk even, ik heb hem echt tot de rand gevuld gewoon. Hij is aan het terugkijken hoe ik mijn pasta heb gemaakt. Mijn lasagne. Dat heeft hij natuurlijk niet gezien, want hij mocht voor mij niet in de keuken komen. Are you mad about the... Ja. De stilpan? Met je rug. Sorry. Ik zit dus letterlijk met de garde in de koekenpan. En dat is niet goed voor de anti-aanbaklaag. Ergens in mijn achterhoofd denk ik, ja, dat wist ik wel. Maar er stond stilpan, maar ik heb geen stilpan. Maar toen zei hij, ja, dan kun je toch ook gewoon een normale... pan gebruiken. Toen dacht ik, ja. Maar ik dacht, koekenpan, handig. Zit stil aan. Ja, dat was een beetje dom. Maar voor de rest was het best wel geslaagd. En ik kreeg veel de vraag of het niet wat moeilijker kon. Ik vond het echt al moeilijk, eerlijk. Maar het is inderdaad wel een soort pasta. Oh, en ik had het vlees trouwens wel gekruid. En dat zei ik ook nog. Toen ik de bechamel saus, peper en zout deed, zei ik nog, oh, dat heb ik ook gedaan met, bij de saus met de gehakt. Voordat, zeg maar, de saus erin ging, heb ik nog peper, zout, oregano en Italiaanse kruiden er doorheen gedaan. Maar die had ik niet gefilmd. Maar ja, volgende keer nog moeilijker. Dan ga ik het misschien dan toch wel voor Birdie doen. Maar dan pak ik gewoon een gerecht wat we alle twee waarschijnlijk wel lekker gaan vinden, maar nooit eten of zo. Dus dan ga ik even, eigenlijk mag zij natuurlijk kiezen. Ja, ik laat haar dan gewoon kiezen. En dan zeg ik er wel bij van, oké, lasagne werd te makkelijk ingeschat. Dus nu iets moeilijks. Maar dat zal dan volgende maand worden of zo. Maar het is wel, ik vond het ook wel een soort van... Ik vind het zo leuk dat mensen dan zo verbaasd zijn. Als je zag hoe verbaasd Rodrigo was. Maar ik wilde het niet te vaak. Ik kan het ook wel een keer voor mijn ouders doen.
Het is meer dat er gewoon wel leuke beelden oplevert en voor mij wel goed is om weer te ontwikkelen. Maar het idee dat ik dan uren in de keuken moet staan, dat vind ik echt niet cool. Ik ga eerst even beginnen met een campagne opnemen. Ik wilde trouwens even zeggen hoe leuk ik dit kleurtje vind. Ik word er echt heel blij van. Misschien nog even een borstel door mijn haar. Gewoon omdat het kan. Het is wel... Gisteren heb ik het gefeund, dus het is op zich wel floofy. Maar het kan beter. Het kan beter. Het statische haar er wel in ieder geval vanaf. Dat is lekker, hè? Ja, vind ik echt heel fijn. Al is de hooikoorts natuurlijk aanwezig. Maar ja, je kan niet alles hebben in het leven. Het is het een of het ander. Ik ga niet klagen. Ik hoop, want mijn broer komt dus straks. Hij moest eerst om 4 uur naar de tandarts en daarna kwam hij hierheen. En dan gaan we lekker samen ook eten. Alleen, wat wilde ik nou zeggen? Zo, ik heb even een blackout. Oh ja, ik hoop dat we op het balkon kunnen eten. Daar had ik het over. Zo. Dit is beter, hè? Er zit er net iets meer leven in. Dus dan ga ik eerst campagne opnemen. En daarna ga ik lekker achter de computer zitten. Het is eigenlijk wel lekker dat hij later komt. Want dan heb ik gewoon meer tijd om mijn ding te doen. Dus het kwam best wel goed uit. Tijger, heb ik het goed gedaan? Heb ik het goed gedaan? Je zat zo naar me te kijken. Trappy heeft een dennenappel van het balkon. Ben je hem nou al kwijt? Nou, doe eens even niet zo stom. Ik wilde net laten zien hoe schattig je aan het spelen was. Hoe erg je mij aan het afleiden was, eigenlijk. Oh. Ik moet zeggen... Oh ja, daar gaat hij weer. Het is wel echt heel schattig. Ik heb het balkon lekker open. Ik heb het helemaal schoongemaakt. Ik zal het straks even laten zien. En het net volledig gecheckt. Dus ze kunnen gewoon weer veilig buiten spelen. Heb je hem in je mond? Nee. Weet je waaraan ik dus echt heel erg merk dat dit jaar echt voorbij kruipt? De vlogs. Omdat ik echt normaal gesproken, toen ik helemaal begon met vloggen, deed ik iedere 100ste vlog iets speciaals. Of iets om het te vieren of in ieder geval erbij stilstaan, weet je wel. En dat heb ik volgens mij tot 500 gedaan. En toen heb ik gezegd van ja, ik verwacht dat ik dit nog jaren ga doen, dus ik kan hier niet mee bezig blijven. En nu heb ik echt al het gevoel dat ik al een half jaar op 1500 blijf hangen. En dat is natuurlijk superveel hoor, daar niet van. Maar dat ik echt denk, zijn we nou nog niet naar 1600? Zijn we nou nog niet naar 1600? En zojuist ging ik dus gewoon in mijn YouTube content gewoon kijken van, heb ik ergens een foutje gemaakt? Ben ik van 1500 nog een keer naar 1500 gegaan? Kan niet kloppen, ik zit al maanden in 1500. Maar ja, het is wel 100 dagen, dus het is ook maanden. Maar het gaat zo langzaam. Het is niet normaal. Ik heb nog steeds het gevoel dat het niet klopt. Maar als ik even terug ga, want wanneer zou dan 1400 zijn geweest? Rond december. You're on my phone. How do you know? Because my AirPods automatically connect with my phone. What? Ik hoor ineens geluid. Even kijken hoor, dit is december. En dit is details. 1502. Ja, het klopt dus wel gewoon. Het gaat gewoon echt heel erg sloom. Ik merk dat ik moeite heb met me concentreren, omdat het buiten zo lekker weer is. Dat ik eigenlijk op het balkon wil zitten. Maar ik moet gewoon even door. Ik zit nu pas 2 uurtjes, dus ik moet niet klagen. Even afmaken, even door. Ik moet nog even één vlog inplannen, thumbnail maken, beschrijving en alles. En dan... Zo. Merk je hoe mijn hersenen gewoon niet werken? Ik heb niet eens een doellist gemaakt, omdat ik dacht... is niet handig. Niet stokje. Weet je dat ik de hele dag met deze lipstift opliep en iedere keer als ik mezelf terugzag dacht, het ziet er niet uit. En dat ik nu de vlog heb geëdit en dan nu toevallig met de thumbnail bezig ben, dat ik denk, deze lippenstift staat me echt super mooi. Gek hè? Blijkbaar, ja, een spiegelbeeld kan misschien toch vertekenen of ik denk er te hard over na of zo. Al vind ik dit niet de meest charmante thumbnail, maar dead life. Even nog een momentje voor deze fantastische outfit.
I love it. Daar zitten we dan. Zonnebrilletje op. Eerlijk, ik wilde geen shirt met korte mouwen aan doen, want ik dacht, nah, is te snel, hè. But I could have put. Can you see something? This is very dirty. I do see something. Okay. I was saying I could have done short sleeves. Yeah, het is geen jas. Jas? Geen jas, nee. Geen jas, ja. It's nice. But it doesn't feel like 20 degrees, you know? It doesn't? For me it does. Because the sun isn't like really, really shining, you know? Yeah. It's February, you know? Sun in February feels different than June. But it's very nice. Ik zit even na te denken hoe ik moet gaan rijden. Ik zou hier gewoon ergens in het zonnetje kunnen gaan zitten. Maar het is dus echt letterlijk naast de Lidl. Ik heb hem heel eventjes binnen afgezet waar hij moest zijn. Het is natuurlijk wel toch wel ergens een beetje eng of zo. Omdat je dan niet precies weet. Tenminste, het zal wel een blaasontsteking zijn, maar ik weet niet. Ik krijg dan gelijk allemaal enge gedachten. Maar ik ga even een stokbroodje halen. Voor bij het eten of voor het eten eigenlijk. Met wat smeerseltjes. En ze hebben hier de pastis nata. Dat Portugese kleine gebakdingetje. En dat wil ik als verrassing ook even halen. Deze. Dit zijn ze. Ze zijn niet zo lekker als in Portugal natuurlijk. Oh, even. Oh, daar moet ik echt niet naar kijken. Dat wil ik. Oké. Zoveel zon. Hij is ondertussen terug, maar hij is heel even naar de poelier om kip te halen voor vanavond. Want dat vindt mijn broer ook lekker. Maar ik vind het een raar verhaal. Want ze zegt dus, het is een skin infectie. Een huidinfectie. En dat moet je lichaam zelf oplossen. Terwijl hij heeft echt ook uitslag, zeg maar, rondom zijn benen en zo. Nou ja, ik zeg sorry, je krijgt ook geen crème of zo. Ik zat al te twijfelen of het een blaasontsteking was. Ik dacht van ja, met die uitslag erbij vind ik het toch een beetje gek. Weet je, waarom heb je uitslag op je billen als je een blaasontsteking hebt? Maar ja, het deed wel ook zeer met plassen. Maar ja, als het natuurlijk je huid is. Dus allemaal veel te veel informatie, maar ik mocht het delen hoor. Ik heb het gevraagd. Maar ja, dus nu zegt hij, ja, neem maar gewoon paracetamol of een ibuprofen tegen de pijn. En dan moet je lichaam zelf oplossen. Maar hij loopt hier al een week mee en het wordt steeds erger, zeg maar. Dus zeg, ja, als het nog niet beter is, kun je vrijdag terugkomen. Nou ja, het is natuurlijk een nieuwe dokter, dus ik kan niet zoveel zeggen. Ik kan alleen zeggen dat voor mijn gevoel het handiger zou zijn als hij iets van een crampje of zo krijgt. Maar misschien is dat omdat ik altijd met allergie en eczeem loop. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik een bloedheid heb. Oh jee, jee, lekker hoor. Dat wel, maar ik ga zo gelijk naar mijn terrasje. Nee, hoe heet dat? Konden we maar naar het terrasje. Naar mijn balkonnetje. Ladies and gentlemen, me and Jennifer are going to do the rolling log. Whee! Ah, yeah! Deze man. Even kijken hoor. We hebben allemaal kip. Hij heeft voor mij kip zonder bot. I didn't have many boneless options. Nah, they like it from the bone species. Dan hebben we een lekker stokbroodje. En nog meer kip. Maar ik ga het ook niet uitpakken, het is kip. Dan hebben we ook nog... Oh, ze zijn helemaal door de zak heen gebonden. What do they call it? Pastis nata. Ah, it's a thing? Ja. I think they would just say Portuguese... No. Dan hebben we kruidenboter. Pistache nootjes mix. Nootjes mix. Lekker. Lekker. En kruidenkaas. Hebben we dat bijna op. En filet américain. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat mijn broer allemaal lekker vindt. En oeps. Oh, smelt iets van ons. Smelt dit. Bleh. En ik heb... Oh, did you bring anything for him to drink? Yeah, he drinks wine. I asked him to bring his own wine. Okay. I said, still have a bottle of water. Ja, ik zei, ik kan het wel kopen, maar de kans dat het lekker is klein. Should have got more chicken. Deze handcreme, want die is echt fantastisch en die is bijna leeg. En nog bij de kruidvat een kaars.
Eentje maar die had ik precies nog nodig. That's it. Niet nu al eten. Ah, nee, nee. Ja, ja. De knuffelbrigade is aangekomen. Throw one to this side of the room and to the other one. You're gonna see. Ginny, wil je ook een snoepje, schatje? Tiger zit daar ook op de tafel. And throw one here. Ooh, he didn't eat that one. I think Ginny lost it. You need to make an effort. What the fuck, where is it? Oh, look, he's gonna get it. Oh. Nee. Mooie ogen. Ja, Tijger heeft hele mooie ogen. Mooie groene ogen. Ik heb niks. Jij bent een doelraad, dat kan. Tijger, kom maar. En onder de lamp, denk ik, ja. Tijger, kom eens knuffelen. Moet je even die andere snoep? Nee. Trappie, nee. Oh, ja, die Jimmy zit op te kijken, zo van dat zal mijn worst zijn. Echt wel. Het is ondertussen al een paar uur later en Hidde is alweer weg. En ik heb een paar uur gewerkt om de schade in te halen van vanmiddag. Anders had ik niet lekker in bed gelegen, want ik had echt nog wel een aantal dingen. Maar nu loop ik allemaal weer helemaal bij, dus super chill. En ik dacht, ik ga lekker douchen en dan kan ik daarna heerlijk op de bank snoezen. Er zit ook echt een kattenhaar op de lens. Maar wat ik helemaal vergeten was, en dat haal ik net uit mijn tas. Die had ik ook nog gekocht bij de Kruidvat en die had ik helemaal niet laten zien. En dat is deze shampoo. En voor alle TikTokkers onder ons, die zullen hem wel herkennen. Maar ik gebruik nu ondertussen 2 jaar Hair Gems. Nou, en zoals je ziet, deze is dus bijna leeg. Ik kreeg altijd ook wel comments van ja, denk je niet dat het gewoon komt doordat je beter voor je haar bent gaan zorgen. Of bijvoorbeeld doordat je minder warmte gebruikt of doordat je eetpatroon is veranderd. En ik zeg altijd van deze shampoo heeft het voor mij echt gedaan. En daar sta ik ook nog steeds achter. Want als je kijkt naar het resultaat in vergelijking met 2 jaar geleden is mijn haar gewoon veel gezonder geworden. Maar de proef op de som zou wel zijn als ik zou wisselen van shampoo om te kijken of er dan ineens echt een verschil is en er iets wegvalt. Maar ja, je snapt wel dat ik dan, want na 2 jaar vind ik het ook wel leuk om een keer te wisselen. Hè? Ik ben ook maar mens. Maar je snapt wel dat ik dan natuurlijk niet ga wisselen naar een of andere drogisterij shampoo. Ik bedoel, ondertussen ben ik er wel van overtuigd dat Andrilon niet zoveel voor je haar doet. Of eigenlijk helemaal niks. En dit is dus een shampoo die echt over heel TikTok gewoon de hemel ingeprezen wordt. Samen met conditioner, masker, lotion. Het zijn allemaal verschillende en ze hebben ook verschillende varianten. Deze is dan voor Restore Damaged Hair. Nou ja, ik dacht, heb ik echt beschadigd haar? Nee. Maar dit is degene die ik het meest voorbij zie komen waar iedereen zo mega enthousiast over is. En er zit argenolie in en daar hou ik sowieso ook heel erg van. En die staat natuurlijk ook bekend. Verder geen sulfaten, geen parabenen, geen mineralenolie, geen dierentesten en geen petrol. Nou ja, het is gewoon de shit als ik mensen moet geloven. Hij is €14,95 bij de Kruidvat. De meeste Kruidvats hebben hem niet allemaal volgens mij. Deze toevallig wel. Ze hadden ook de conditioner, maar dacht ik, laat ik gewoon met de shampoo beginnen. En dan ga ik later denk ik sowieso het masker nog halen. Ik gebruik eigenlijk nooit een haarmasker. En dat is dus ook wel iets waarvan ik denk, zou ik nog wel willen toevoegen aan de routine. Ik ga deze wel eerst opmaken, maar ik kom hier dus nog op terug. Ik moet vandaag helemaal mijn haar niet wassen, maar omdat ik hem nu net mee naar de badkamer neem, moest ik gaan denken. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat hij voor me gaat doen. Dus. En nou ja, daarnaast natuurlijk het serumpje. Ja, dat blijft gewoon top shit. Ik heb echt ook al het gevoel dat dit veel voller is. Normaal, als ik dit doe, dan is het eigenlijk al een beetje ontploft, weet je wel. Er komt gewoon meer volume. En als die babyharen echt helemaal mee naar beneden gaan groeien, dan krijgen we een goede volle bos, jongens. Ik kan het nu niet zo goed laten zien, omdat ik ze natuurlijk helemaal
mooi mee heb gefeund. Maar ze zijn nog steeds echt aan het groeien. Maar over een paar dagen zie je dat beter. Want dan vallen ze zeg maar echt weg van de rest van mijn haar. Nou ja, je ziet het nu ook wel. Zie je, ze worden nog steeds langer dus. Maar ja, dat is natuurlijk mijn haarproces wat al 2 jaar gaande is. En dat wilde ik even vertellen in 4 lange minuten. Excuus. Can you shower? Yes, you can shower. No, you're gonna shower. Oh, I'm gonna shower. Okay. Look how much waves your hair have, huh? It's pretty, no? Nice, yeah. Hmm? It's like my massage, huh? Hij gaat heel lang mijn haar zitten masseren. Ik ga de vlog bij deze lekker afsluiten. Dan kan ik het niet meer vergeten. En dan kan ik gewoon de rest van de avond zen chillen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.